Vanaf maandag 27 januari tot en met vrijdag 4 februari is er een omleiding voor autoverkeer naar de GGD-test- en vaccinatielocatie De Biezen in Nijmegen. De omleiding komt door werkzaamheden van Waterschap Rivierenland. Er wordt gewerkt aan het riool en de rioolzuiveringsinstallatie. Tijdens de werkzaamheden is de locatie bereikbaar vanaf de Waterstraat door de Biezenstraat en de Rivierstraat. De werkzaamheden stonden vorig jaar al gepland, maar werden uitgesteld naar begin 2022 omdat de gemeente had verwacht dat dan de vaccinatielocatie niet meer nodig zou zijn. Nu vinden de werkzaamheden en de vaccinaties dus alsnog tegelijkertijd plaats.